ik heb wel een beetje wat over gehoord. En Jaap die heeft het een en ander verteld. En die zei dat hij vooral de bespiegelingen van zijn jeugd laat terugkomen. Wel, ik heb heel veel gemeen met Alexander, Willem-Alexander. Ja, we hebben beide geschiedenis gestudeerd, beide protestantse jongens. Beide zijn van april 1967. En beide hebben wij een vrouw waarvan iedereen denkt, hoe hebben die ooit kunnen versieren? Ergens in Zwolle, dus en verderop, is een grote hal, de IJsselhal. Er komen heel veel mensen bij elkaar, mannen. En die gaan dan eerst allemaal zingen met elkaar, psalm. Ja, dat gebeurt. En dan vervolgens mogen ze een auto slopen. En blijkt nou, de auto die ze slopen, dat is een Dacia. En dat vind ik nou zo typisch christelijk. Hè? Dat is ook geen Volvo pakken, maar gewoon een Dacia. En ik wil nog een speciaal dankwoord aan degene die mij op het spoor zetten van deze theaterproductie Over de Hoed. Dat is mijn oom Henk uit Gouda. Henk, waar ben je? Succes met je stillevens, Henk. Ja. Heel erg leuk en herkenbaar. Ja? Een kleine verdraaiing van de werkelijkheid, maar dat is de creativiteit natuurlijk. Even jouw eerste korte reactie. Ja, ik geniet. Ik heb enorm genoten. En ik vond het fantastisch om al die mensen hier te zien. Die zijn enthousiast. Ik zie nu even naar Guido te kijken, zie je niet. En Wilco die me geholpen heeft met muziek. En met Doreen en Suna. Een mooie teamprestatie. Ja.